Renske van de gemeente Nieuwegein. Een schitterende ambiance hier. En dat is bij die andere forten ook. Wat is de oorzaak? En wat is eigenlijk de motor geweest om dit te organiseren? Nou, de motor is eigenlijk geweest dat we merken dat er Nieuwegein ontzettend veel te bieden heeft. Ze heeft ontzettend veel leuke plekken, maar liggen best wel verspreid. En de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een thema wat eigenlijk al die verschillende leuke plekken met elkaar verbindt. En vandaar dat we zeg maar met dat thema als eerste evenement deze plofparade hebben georganiseerd. Eerste evenement heb je over, komen er meer? Er komen zeker nog wel vervolgstappen hierna. Het is natuurlijk dus de eerste keer, dus we waren ook heel erg benieuwd van hoe gaat dit nou uitpakken. En het idee van dit evenement is om Nieuwegeiners kennis te laten maken met de parels uit Nieuwegein. Verwachten jullie veel publiek vandaag? Nou, er hebben zich 749, althans dat was de laatste stand, geïnteresseerden opgegeven via het Facebook-event. En zo'n soort opkomst zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja. En het gebeurt allemaal gratis? Ja. Wordt er dit evenement ook nog gesponsord? Het wordt gesponsord in de zin dat verschillende partners hun diensten leveren. Onder andere het Natuurkwartier heb ik gezien. Het Natuurkwartier doet mee, Theater de Kom doet mee, een aantal bedrijven die zich hebben verbonden aan dit evenement doen mee in de vorm van het leveren van advies. Verschillende partners mee die eigenlijk allemaal hun kennis en expertise inzetten voor dit evenement. En dit is totaal kosteloos om deel te nemen. En de bands doen het ook gratis? De bands doen het ook gratis, ja. Want het is een heel programma, heb ik gezien. Hè? Ja, dus, niet alleen hier, maar Fortje het Vaas en Plofsluis. Dus we hebben in 7 weken tijd, en daar zijn we ook best wel trots op, hebben we dit van de grond getrokken en allerlei leuke partijen bereid gevonden om mee te doen hieraan.